dit is koken met Galien en vandaag gaan we paprika's roosteren. Paprika's poffen, zeggen mensen ook eens. En wat doe je? Je neemt paprika's in zijn geheel, vooral niet door midden snijden. Die leg je op een bakplaat. Ik doe er altijd een velletje bakpapier tussen, dat scheelt schoonmaken. En dan gaan ze in de oven. Ongeveer een half uurtje op 200 graden. En halverwege moet je ze even een beetje omdraaien. Met een tang, dat is makkelijk. En nu zijn ze klaar. Vervolgens schep je ze allemaal in een schaal. Nu is het belangrijk om de schaal even af te dekken. Het kan met een deksel of een plastic tas of plastic folie. Maar daardoor gaat de schil echt goed los zitten. Dus dan kun je hem straks veel makkelijker afhalen. Nou, wat ik meestal doe is, je kan hem een kwartiertje laten staan of een half uurtje. Maar dan zijn ze vaak vrij heet en dan zijn ze moeilijk te verwerken. Het makkelijkste vind ik om ze gewoon 's avonds in de oven te zetten en dan gewoon de hele nacht in zo'n schaal te laten rusten. Dan zijn ze morgenochtend, zitten ze echt helemaal mooi los. Dit zijn de paprika's. Ze zijn flink verzompeld intussen. En je ziet, ze zitten echt goed los in hun velletje. Dus dat kun je er zo afhalen. Nou, dat wordt een beetje een kliederboel. Dus wat doe je? Je trekt eigenlijk het steeltje eraf. En dan komt er, als het goed is, ook al meteen wat van die zaadjes mee. En dan haal je de schil eraf. Even los peuteren. En dan los trekken. Sommige stukken vloepen er in één keer helemaal af. En andere stukken moet je wat meer peuteren. Nou, wat ik dan eigenlijk altijd doe, is ik maak ze open. En kijk dan even wat er nog aan zaadjes zit. Nou plakt het ontzettend vast aan je handen. En nou ben je misschien geneigd om dit lekker onder de kraan te houden, maar dan spoel je ook heel veel smaak weg. Maar wat wel werkt, is dat je gewoon je vinger onder de kraan houdt. En dat je dan hem eigenlijk, zeg maar, schoonveegt van de zaadjes. En zo doe je ze allemaal. Nou, wat doe je dan vervolgens met al die paprika's? Die serveer je bijvoorbeeld zo. Lekker met mozzarella, basilicum en een scheutje olijfolie en wat zout en peper eroverheen.